Welkom bij Spooky 16L. Dit is maar door! Wow! Oké, daar is later. Goed! De paas is op zich wel redelijk, weet je. Ja, een mooie aansluiter. En hij was instantly done. Hey mensen, je kijkt naar Spooky 16L en welkom bij een nieuwe livestream. Het is vandaag weer tijd voor Top Spin 2K 25. Vorige keer hebben we Career Mode gedaan met Top Spin. En dat was freaking amazing. Dat was super cool om mee te beginnen. Was super leuk. Wel een beetje een grind. Ben er ook achter gekomen dat doordat wij van 2K, dankjewel 2K, heel veel liefde, de Grand Slam editie hebben gekregen, dat we de eerste 10 levels hadden kunnen skippen in career mode. Met een poppetje. Ja, dat wist ik niet. Dat wij die instant level up hadden naar level 10. Dan ben je al op 1/3 van al je levels. Maar dat hadden we blijkbaar. Nou, kan je natuurlijk meerdere players maken. Dus het is misschien wel leuk om ook versie te maken van mijn mooie, mooie, mooie vriendin Robin, die daar zit. Kijk. En dat wij die dan meteen naar level 10 gaan levelen. Dat was zo perfect getimed. Dat was niet normaal hoe perfect je dat timede en hoe goed je dat ook connecten met mijn duim, zeg maar. Het was niet dat je ook maar zijwaarts van mijn duim zat. Het was echt perfect gewoon in het gaatje. Ongelooflijk hoe je dat voor elkaar kreeg. Maar wie weet komen we dus ook nog op het punt dat wij een nieuwe karakter gaan maken. En dat wordt dan damestennis, want dat is helemaal apart. En dan... Nee, apart van separated. En dan lijkt het mij leuk om een Robin van Hees vrouwelijke tennister te maken. Die dan weer een andere stijl heeft bijvoorbeeld. Dat zou ik heel cool vinden. Hey Jason, hoe gaat het? Jason zegt, oh lekker dat windje. Kan je dat blijven doen? Nee, grapje hoor. Oh lekker. Jason Giebens zegt, hey Sander en Robin. Hoi Jason, hoe gaat het met je? Tenma, hallo. Love 2K? Ja, heel veel love naar 2K. Oh, dat was echt fijn. Oh, ik ben helemaal kapot. Jij bent helemaal kapot. Jij krijgt het er alleen maar warmer van. Nee, mijn prikarm. Oh ja, jij bent geprikt. Ik heb wel even doorgespeeld. Dat had ik al gezegd gisteren tijdens de Grand Prix of Marbles Championship. Want het is vooral heel erg een grind. Het is constant hetzelfde doen. Het is constant wedstrijdje spelen, training mode, wedstrijd spelen, training mode, XP farmen, dat soort dingen. Totdat je uiteindelijk hoog level bent. En wij zijn bijna daar waar we willen zijn. We zijn namelijk op level 25 met Sander Nienkemper alweer. En level 30 is de max. En we unlocken nog. We moeten nog de laatste dingen unlocken voordat wij echt de top crème de la crème qua tennister hebben gemaakt. Dus ja, dat is wel cool. Dat is wel cool. Ik moet Martje nog even bedanken voor de sub voor hier. Ja, als Martje langskwam, dan kon je hem inderdaad bedanken. We zijn bezig met Wimbledon. En als ik Wimbledon win. En ja, for some reason heb ik dezelfde animatie als Tiafu, zoals je ziet. We hebben ook nieuwe animaties. Dan kunnen wij hier op Wimbledon naar Superster gaan. Superster is basically de laatste rank die je kan hebben.
superster is waar je wil eindigen. En als je superster bent, dan krijg je fittings. Er zijn een aantal dingen geweest. Ten eerste, ik weet nu hoe coaches werken op onze tennisspeler. En aangezien ik nu level 25 ben, hebben we ook de laatste tennisspelers hier, of de tenniscoaches, hebben we unlocked. We hebben alle tenniscoaches unlocked. Dat is wel heel nice. Wesky, dankjewel voor de 44 maanden. I appreciate you. Hij zegt, daar ben ik weer met mijn maandelijkse bijdrage. Dat vind ik echt super generous van je. Wesky, die kijkt dus eigenlijk niet meer. Maar hij gebruikt zijn Prime Sub Hero. En ja, to be honest, je kan, het is misschien een beetje egoïstisch om te zeggen, maar je kan het aan geen betere wens. We hebben het echt, maar dan ook echt nodig. We hebben het echt nodig. Dus elk klein beetje helpt en I appreciate you. Ja, toevallig weet ik dus nu wat de coach boost. Op het vierde niveau, zoals we dus deze Karczewski nu hebben gehad. Die hebben we naar maximaal niveau, want ik heb al die challenges gedaan. Boost die dus bepaalde statistieken. En je ziet dus ook waarop. Je ziet dat de coach plus 10 doet op forehand, plus 10 op backhand, plus 8 op power, plus 2 op serve, plus 6 op stamina en plus 4 op reflexes. Als ik die coach weghaal en ik hire nu iemand anders om mee te klooien. Deze had ik bijvoorbeeld gehired. Dan is die hele bonus weg, totdat je de objectives haalt en dus de coach dan gaat levelen. Aan het einde van de levels, bij niveau 4, heb je nog één ding en dat is skills. En elke coach heeft andere skills. Zo heeft dus deze Mikolai, die wij hebben gekozen, heeft de skill Fatality, zoals je nu rechtsonder ziet als reward van mijn laatste objective. En ook Diesel Hard Hitter. You become more and more precise with your power shots during a rally. Dus dat zijn de skills. Maar elke coach heeft dus andere skills. Als wij gaan naar... Ja, toevallig heeft iemand een spreadsheet gemaakt. Dan eigenlijk voor het type speler dat ik wou maken. En dat was een power hitter die ik wou maken. Iemand die heel veel power achter zijn schoot heeft. Wou ik precies dat maken. Wat deze coach doet. Hier zie je alle coaches op deze spreadsheet van iemand. En dan zie je ook wat voor extra skills die geeft. For some reason Bert Ruiter, die we dus nu net hebben unlocked, die geeft geen specials. Of die special is nog niet duidelijk wat dat is. De special van Bert Ruiter. Want misschien is hij incompleet. Maar wat ik wel weet is dat die laatste unlocks niet per se beter zijn. En dat dus van alle skills die ik hier zie, van alle coaches, dat wij per ongeluk in die eerste carrière livestream de juiste voor mij hebben gehaald. Eentje die 10 doet op forehand, 10 op backhand, 8 op power, 2 op speed, 6 op stamina, 4 op reflexes. Dat is echt perfectie voor mij. En dan ook nog twee skills waar ik echt denk van ja. De andere die ik wel leuk had gevonden is deze. Want Serena Williams heeft die ook. En ik heb natuurlijk veel online gespeeld om even te testen. En een instant rocket vind ik wel echt heel krachtig. Natuurlijk zijn er andere coole dingen. En gaan mensen steeds dynamischer tennissen. Maar voor mijn poppetje wou ik gewoon eentje die keihard kan knallen. Dus dat is heel fijn. En fittings kunnen we dus eigenlijk alleen maar level 2 unlocken. En dat is heel simpel. Je krijgt 3 fittings voor je tennisrecord. En je hebt allemaal level 2 dingen. En je ziet dus daaronder bij strings fittings zie je dingen veranderen. Dus deze geeft plus 7 forehand en plus 7 backhand. Deze geeft plus 7 forehand en plus 7 volley. En dan heb je altijd ook een plus 4 en een plus 2. Ik kan alleen nog maar tier 2's unlocken. Maar daardoor boost dus dat. Dat is de boost met deze fittings op dit moment. 11 op forehand, 9 op backhand, 7 op serve enzovoort. En je hebt dus ook een tier 3. Dat dingen plus 10 gaan. Dat je 2 plus 10 hebt. Dan plus 7 plus 3. Winnen wij Wimbledon? Dan unlocken we in de wedstrijden die we daarna doen. Unlocken we de tier 3 fittings. En dan gaat ons speler dus ook nog heel goed. En zo te zien, deze persoon die heeft dus 2 fittings nog niet. Dus ook daar missing. En dat is wel interesting om dat allemaal te zien. Ook zitten er bij tier 3 bepaalde sets aan de fittings. Set 1, 2, 3. En als je die gebruikt, set 1, 2, 3, dan gaat die rouleren in een actieve skill. Want je hebt dus hier skill set 1, skill set 2, skill set 3.
Dus dat gaat met tier 3 ook gebeuren. Waardoor we ook weer extra skills hebben. Waardoor ook weer de statistieken omhoog gaan. Dus dat is wat er op dit moment bezig is. Dit is mijn poppetje trouwens qua outfit op dit moment. Robin heeft natuurlijk de outfit gekozen. En we moeten gewoon even Wimbledon winnen. En toevallig omdat mijn statistieken nu echt wel een beetje gelijk komen met de rest. Is het een stuk makkelijker. Zo. Soms wou ik dat ik de lotto had gewonnen. Dan zou ik het zelf juist leuk vinden om streamers zoals jij te helpen. Dat is lief. Maar ja, geen lotto, Tenma. Stinna die zegt, Spooky is echt mijn jeugd met PES My Team in eigen tenues. Hell yes. Oh, we zijn ook helemaal in het wit natuurlijk. Ongelooflijk. Hoe gaat het met jullie? Ik ben de AI ook een beetje aan het abusen nu hoor. In de zin van dat ik mijn surf altijd aan de buitenkant doen. Dan kunnen we gewoon dit doen. Want ik probeer alles zo snel mogelijk te unlocken. Want dan kunnen we ook online met de MyPlayer. Heb ik ook al gedaan. Ik heb alle toernooien gewonnen met mijn MyPlayer. Online. Maar we kunnen wel eens kijken wat andere mensen doen. En wat voor type spelers mensen hebben. En dat is wel heel leuk. En ja, mochten we wel alle fittings ook unlocken. Want we kunnen nog even verder wedstrijdjes doen in carrière. Wie weet kunnen we dan dus ook een Robin van Hees beginnen. Die kunnen we dan meteen levelen naar level 10. Want we hadden blijkbaar een instant level up wat we niet op mijn poppetje hebben gebruikt. Waardoor we vanaf level 1 begonnen. En richting level 10, dat duurde wel even. Dan denk ik ook dat de beginwedstrijden een stuk makkelijker worden. En dan kunnen we misschien daar weer een ander type tennisser van maken. Misschien dat Robin een idee heeft wat zij wil zijn. Maar ja, Robin volgens mij zei dat ze heel hard zou knallen. Maar ja, dat is mijn tennisser al. Dan weet ik het nog niet. Dan moeten we maar even kijken wat voor type we gaan. Ja, maar ik volleer dus niet zoveel. Jij volleert wel. Maar mijn serve is bijvoorbeeld ook nog niet mega. Dus wie weet kan ik dan voor jou zo'n mega serve doen. En moet jij veel kreunen dan? Dat moet je dan ook allemaal kiezen. Hè? Dat wist je nog bij de vorige livestream. Ja, je hoeft niet te kreunen, oké. Okay. Gaat het weer beter, Thomas? Dat is heel erg fijn. Wat snel! Jeetje. Afgelopen nacht was het een zwembad en daarna is het weer eruit gezweekt. Dat is echt bijzonder. Dat is wel heel cool. Oh. Onze backhand is ook heel goed. Ik heb dus een mix van backhand en forehand gedaan. Met de surf wat achtergelaten. Want ik merk dat ik nog best wel goed kan surfen, ook zo. Het rondje wordt gewoon iets groter. Maar ik heb niet het gevoel dat ik een kleine rondje nodig heb. Ik ga het toch niet professioneel doen of zo, of e-sport. Dus ja, wie weet kan ik dus dan stamina nog wat verhogen en zo. Snap mijn hele lichaam niet. Snap ik. Als je zo snel meteen weer beter voelt. Met Robin gaat het ook prima. Dat is fijn om te horen. Alright, game, set en match. We zitten nu in de halve finale. En we moeten tegen Berrettini, een echte tennisser. Aan de andere kant hebben we Frits en Medvedev. Dat zijn ook echte tennissers. En wij zijn als vierde geplaatst. Alcaraz was eerste geplaatst. Ik ben... Oh, what the fuck? Nee, niet back out. Ik heb een aantal maanden overgeslagen, maar we waren eerste van de wereld. Nu zijn we vierde van de wereld. Berrettini, moet ik even snel kijken. Die heeft heel veel power. 89 power, 84 serve. Ja, dat bedoel ik dus. Ik kan mogelijk mijn serve wel een klein beetje zo houden. Ik denk dat ik dat nog wel kan managen. Want ik heb sowieso veel power en ik kan mijn surf best wel goed houden. Misschien dat ze dat moeten veranderen überhaupt. Want ja, wie weet komen de gameplay changes, weet je wel. Of ik onderschat een goede surfer. Maar ik heb bijvoorbeeld Pete Sampras gespeeld. En ik vond nou niet per se dat ik daar ultra veel beter mee kon surfen. Je surf wordt wel harder volgens mij met meer surf. Damn man, Berrettini heeft zoveel power. Dat is altijd even wennen. Waarom heeft die man zoveel kracht? In zijn handen.
De Robin moet opnieuw gaan bloed prikken. Weet je wie ook je bloed prikken? De muggen die weer gaan komen nu het weer wat warmer wordt. Was nou zijn voorhand beter of zijn backhand? 34. Praat daar niet over, zegt FN Rockboy. Je vindt het al veel te warm, FN Rockboy. Het begon dus met mijn moeder. Ging naar het toilet en nadat ze naar het wc is gegaan. Ze liep langs me, kreeg daardoor een windvlaag. Huh? Je kreeg een windvlaag van je moeder? Oh. Shit. En toen kreeg je koorts. Dat was heftig. Ah, jongen. Slecht begin. Berrettini wint deze halve finale van mij. Psych. Psych. Oh, je hebt al muggenbeelden. Ja, ik ben misschien ook geprikt in mijn rug. Ik heb er de hele tijd last van daar. Van iets. Ik kom ook één keer buiten. Oh, nou ja, volgens sommige mensen op TikTok kom ik nooit buiten, dus. Ik heb geen muggenbeeld. Oh, kan ook binnen. Shit. Dat is wel kut. Maar het komt omdat we buiten waren. Ik moet hem nu even gaan breken. Gaat lukken. Hij staat op Very Hard nog steeds. Zo hebben we gewoon de hele carrière gedaan. Maar Very Hard is eigenlijk wel te doen. Ik vind het niet per se ultra moeilijk. Ook niet met mindere statistieken. Daar hebben we veel geluk gehad. Maar hey, het mooie Wimbledon. Het wordt wel steeds viezer. Net zoals in real life. Was het nou de backhand? De forehand! Oh shit, dus deze. Ja. Ik verneuk het de hele tijd omdat ik de hele tijd op zijn forehand. Ja, dat was meteen een stuk harder. Ik moet hem wel op zijn backhand gooien, dus. Dat is beter. Nou, doe ook maar niet. Hij heeft altijd harde schoten. Dit gaat niet de goede kant op. Goed. Breekpunt. Kom op, we moeten hem even breken. Dan... Ja, we moeten hem even breken op zijn surf. Dat is goed. Maar hij is wel op zijn goede... Yes! Alright, en nu afmaken die handel en dan naar de finale. Oh, dat ging wel met 198 km per uur. Ja, ik abuse the shit out of it hoor, tegen DJ. Dat deed ik vroeger ook altijd. Ik wil zo snel mogelijk al die upgrades van mijn poppetje. En je moet het alsnog wel goed timen natuurlijk. Je moet alsnog die perfect raken. Nou, daar dan niet. Matchpoint! Shit. Wat deed hij? Wat zei je dan? Eerste echte rally. Oh, eerste echte rally. Yes! We eindigen met een mooie rally. We gaan naar de finale van Wimbledon. Nog nooit eerder gebeurd. Centre Court, Londen, UK. Let's go. Helemaal happy. En in de finale kom ik natuurlijk Medvedev weer tegen voor de miljoenste keer. Echt jongen, dit is echt een grind. Nee, Frits! Oh, god. Taylor Swift. Laat maar. Frits heeft een mega backhand, mega surf. En voor de rest een beetje average alles. Ja, dan gaan we weer even in roken. Ik kan dat niet. Ik kan dat gewoon niet. Oké, dat is dikke prima. Ja, we moeten gewoon even door Wimbledon heen. Want ik moet even die superstar ranking hebben. Zodat ik dus ook level 3 fittings kan krijgen.
En natuurlijk elke XP is welke. Oh, ik had in de finale die XP-boef moeten doen. Vergeten. Want hier krijg je veel XP. Die Frits is lang, jongen. Had wel basketbal kunnen doen. Taylor Swift. Swift. Nou, hou op, joh. Ik weet hoe die heet, oké? Okay. Oeh, dat ging niet lekker. Ik ga maar lopen. 40 lava. Oh. Dat was een topspin surf. First set. Oh. Oh, hij schoot hem heel goed. Perfect hard. Ja. Yeah. Oh, what the fuck. 30 lava. Ik zal niet te veel in spanning zitten, Thomas. Maar ik vind het wel heel spannend. 30, nou, het lukt me niet. 40, hij serveert goed. Kom dan. Oh, shit. 1-1. De finale blijft in leven voor hem. Kom maar door. Boom. 179 kilometer per uur. 15-0. Boom. Oh. Is dit spel 75 euro waard of beter wachten tot een sale? Hangt er vanaf hoe leuk je tennisgames vindt. Maar als je al 12 jaar lang wacht op een leuke topspin game. Nou, dan is deze het meer dan waard. Het gevoel is er. En er valt wel echt genoeg te doen, vind ik zelf. Maar dat is mijn mening en dat... ja, dat geldt niet voor iedereen natuurlijk. Oeh, ik was te laat. Yes! Love 15. Nu ga ik je breken, net zoals die andere guy. Boom. Ho! Die was zo goed. Laatste wat ik heb gespeeld was AO Tennis. Ja, ik ook. Maar dat komt lang niet in de buurt, joh, van topspin gevoel. Dat voelt echt zo triple C, weet je wel. Dit is zo vloeiend en zoveel gevoel eraan. En AO Tennis, ja, dat was een beetje... goedkoop. Richten, broers. Goed richten waar je wil slaan. En je kan voor een control shot gaan. Oftewel in één keer tappen. En dan moet je het goed timen. Of je kan voor een power shot gaan. Dat is best wel leuk. Er zit net even wat meer skill game bij kijken dan alle andere topspin games. Dat is wel cool. Alright, nou, we hebben het gewonnen. Global Rank 1. En nu zijn we de superstar. Oh, we kunnen ook legend worden. Shit. Dan moet je 9 ATP Masters winnen. Ik moet 9 ATP Masters winnen? 5 star matches? What the heck is a star match? What the heck? Geen idee wat dat is. You know that a player like this has achieved a new level when if you're on their side of the bracket, the path. Oh man, we moeten nog zoveel doen. What do you think though? Is this their peak or can they rise to even greater heights? You should know my answer by now. We're not done here. Not by a long shot. Taylor Fritz. Ik zei het een keer goed. Ach ja, ik heb alle training gedaan behalve die glass panel training. For some reason lukt het mij niet. Maar ja, zal wel. We gaan even rusten. Blijven we in Londen? We blijven in Londen. Hier hebben we de US Open. Ja, ik moet wel... Oh nee, ik moet 4 Grand Slams winnen. Nou, zal ik gewoon een Grand Slam doen?
De US Open heb ik al een keer gewonnen, maar laten we het gewoon doen. En dan in de finale, XP booster erop. It's his beautiful evening and the crowd is ready to enjoy great perception. Zo grappig. You deserve play. Waar? Gameplay langzamer geworden door update. Ik vind het niet echt langzamer op de manier. Alright. Sneaky. Oh, jezus. Dat was zo vroeg. Oh, niet normaal. Deze die heeft geen skills, joh. Ik sla alleen maar heen en weer bij deze guy. Hij is niet snel genoeg. Sommige mensen die hebben dit wel allemaal op super easy gedaan. Dus dat ze dan super snel doorheen gaan. Of dat puur de wedstrijden ook niet zo lang duren. Dat ze van die tiebreaks doen om zo snel mogelijk online te komen, weet je wel. Dus alles gewoon zo snel mogelijk. Niet per se veel XP farmen, want die XP komt sowieso wel. En dan zo snel mogelijk online wanneer je een level 30 poppetje hebt en zo. Maar ik vind het wel leuk om alles gewoon op very hard alsnog te doen. Zelfs nu. Nu je eigenlijk alles wel een beetje hebt bereikt, maar alsnog het poppetje kan verbeteren. En dat wedstrijden best makkelijk worden, zelfs al zijn hun soms qua level hoger of hebben ze meer player skills en zo. Dat is wel cool. Je hebt natuurlijk ook nog twee extra difficulties die je kan unlocken. Maar op dit moment is dat het hoogste wat wij hier hebben. Boom. Game, set, and match. Here, one set to love. Three love. Nee, online doen ze ook veel meer power shots, Thomas. En ik moet nog even. Ik moet nog even. Ik hoop dat we die level 3 fittings überhaupt gaan krijgen nu. Dat weet ik niet zeker. Misschien moeten we even googlen wanneer we dat gaan krijgen. Laten we dat even googlen. Gewoon even kijken wanneer je dat unlockt. If you're looking to get your hands on level 3 fittings, you'll need to push yourself to level 30. Oh my god. This is gonna be a long and slightly arduous process. Ja, daarom heb ik het meestal gedaan. Plenty of grinding. Thankfully, if you've gotten some boost through gameplay or by grinding through the center court pass, you should be able to make this happen in about 20 to 30 hours. Nou, en ik kom al zoveel mensen tegen die level 30 zijn. Dus dat is echt niet normaal dan, hè? Nee. Maar ja, die hebben wel die level 10 boost ook eerst gehad natuurlijk. En dan gewoon keihard. Dus pas vanaf level 30. Ik moet dus gewoon dit level boosten. Ja. Oh. Ja, misschien moeten we dan gewoon online spelen, maar gewoon weggaan wanneer de poppetje level 30 is. Met alles erop en eraan. En dan gewoon opnieuw opstart. Kijken of wij wat mensen met minder level kunnen juken. Maar ik weet dus niet of je evenveel XP krijgt. Maar je krijgt echt veel XP voor online. Dat vond ik in ieder geval. Ik vond dat je echt super veel. Je krijgt iets van 400 of zo. In één keer. Hallo, Audi. Lekker aan het tennissen. Jazeker. Even mijn MyPlayer, mijn eerste, aan het levelen. En misschien maken we ook een tweede vandaag. Maar ik probeer zoveel mogelijk daar te komen. Dat wij in onze carrière mee kunnen met iedereen. En gewoon een high-end poppetje hebben. Waar we gewoon een beetje mee kunnen chillen. Want ik ben casual player. Boom. Legend is zeer uitdagend.
Ja, heb ik vernomen dat die wel echt leuk is. De Legend difficulty. If you're feeling funky. If you're feeling lekker jolig. Wow. Ja, die gaan we niet halen. 40, even de USA Open door wat wedstrijden is. Zo'n Grand Slam heb je 5 wedstrijden. Fuck, dat was heel slecht. Zo. Hij past. Dus hij heeft een pas, denk ik. Er staat gewoon pas. Pas. Out. What? 15. Mijn timing was helemaal verkeerd. Maar soms blijft hij wel binnen. Maar je hebt ook altijd een kans dat hij niet binnen blijft. Shit, ik wou hem gewoon control doen. Deze guy die gebruikt al zijn stamina nu. Meneer Pas. Oef. Dank u. Breakpoint. Daar gaan we. Oh, matchpoint. Op naar het volgende rondje. Hoppa. Game, set, and match. Game, set, and match. You. You. Oh, jezus. 1800 XP voor dit level. We zitten nu in de kwartfinale. En we moeten tegen Berengar Mulla. Ja. Ik speel zonder balkje. Damn. Dan moet je op gevoel dus die timing game fixen. Ja, dat vinden sommige mensen leuk, inderdaad. Ik vind het wel leuk om gewoon een visual cue te hebben. Dat maakt me allemaal niks uit. Maar ik snap dat sommige mensen dat cool vinden. Alhoewel dus heel veel schoten niet een timing heeft dat je naar de bal toe moet. Of dat je een connectie maakt met de bal, zeg maar. Dat is flink ervoor. 15:30. Ik zag dat er na die servercrash van Topspin vandaag carrière-files gewiped waren. Ja, dat zag ik ook op Twitter. Klopt. Ik hoop dat ze dat ze niet nu een heel stuk van hun servers kwijt zijn. Het zou zonde zijn voor die mensen die al dik level 30 poppetje hadden gegrind urenlang. Zo. Ja, klopt. De game is zeker een grind. Er wordt nu gezegd dat de game een grind is op TikTok door Romario. Maar ja, wat moet je anders in een tennisgame? In zekere zin. Ja, dat was echt heel strak in de hoek, hè? Maar als we onze forehand-backhand nog wat upgraden, kunnen we nog strakker in de hoek, Thomas. Waar speel je dit op? Ik speel op PC. Lekker 144 hertz. Super vloeiend voor mij. Dat is echt heel satisfying. Aw. Oh, dat had ik niet meer doen. Dank u.
Alright, Müller uit Duitsland. Het zijn altijd de Duitsers, hè? Always the Deutschers. Oh, door het midden. Dat is gevaarlijk. Pats! Is dit een beetje te spelen op de PC? Hoezo zou het niet op de PC te spelen zijn? Lijkt me alleen maar meer kans dat hij op PC lekkerder runt, toch? Schijnt niet zo best geoptimaliseerd te zijn. Oh. Nou, bij mij runt de game fantastisch. Ik weet niet welke computer mensen dan hebben natuurlijk, maar... Ik heb gewoon 144 fps tijdens gameplay. Zo. Doei. Dat was scherp. Of zetten mensen hun renderresolutie op 5000 of zo. Geen crashes, niks. Super vloeiend de game zelfs. Oeh, ja! Dat was mijn winnende punt. Met een dropshot. Zijn waarschijnlijk gewoon een stel Karens. Karens. Alright, op naar de halve finale. Tegen Medvedev. De nummer 3 van de wereld. En aan de andere kant hebben we Frits tegen Alcaraz. Nu is Frits de nummer 1 van de wereld. Flips? Taylor Slips. Medvedev heeft ook wel een hele leuke distributie van zijn statistieken. Maar ja. Ja, ik weet niet. Ik zou de onderkant iets meer generaliseren. En dan inderdaad... Ja, ik zou het nog iets meer averagen. Iets meer averagen. Voor dit poppetje dan. Mijn eigen poppetje. Kan altijd ook nog veranderen een beetje met die fittings natuurlijk. Goedenavond, Games & Cards. Hoe gaat het vandaag met je? Woehoe, zegt iemand keihard in het publiek. Alright. Echte tennisser alert nu tegenover mij. Oeh, dit is nadeel. Oh, never mind. Doei. Ik moet trouwens mijn monitor opsturen voor reparatie, want er is een pixel stuk en... Wow, dit heb ik nog nooit gezien. Kijk, dit is Hawkeye. Er zit een microbarst in mijn scherm en ze sturen geen vervangende tijdelijk toe. Oh my god. Hoe level je het snelst je poppetje? Ik denk de championship editie halen. Kan je meteen één poppetje naar level 10 levelen. Hoef je al 1/3 niet te doen. Maar, ja, ik weet eigenlijk niet. Je kan ook... sommige mensen doen bij het begin exhibition games. En dan doen ze het op very easy. Dan krijg je om de 1 minuut ongeveer, als je een beetje oké kan tennissen, krijg je, maakt niet uit welke difficulty, 50 XP per keer. Dus vooral die eerdere levels die dan zeg maar 500 tot 800 XP per level zijn. Nou, dan gaat het relatief snel natuurlijk. Als je gewoon de hele tijd een beetje aan het klooien bent op very easy. En snel even in zo'n tiebreak, weet je wel. Maak er het kleinste ding van. Ik zie sommige mensen die hebben het op die manier gegrind. Andere mensen doen het toch online. Maar online, ja, dat zijn nu al de poppetjes best wel goed. Of soms zelfs gewoon volledig level 30 met alles erop en eraan. En carrière-modus moet je sowieso doen. Want in carrière-modus unlock je dus ook nog wat extra elementen die je poppetje verbetert. Oh. Alles onder controle hier met jou? Ook alles onder controle. Oeh. Dus hun zeggen koop een ander en stuur het binnen 30 dagen terug. Dat is wel sad. Dan heb je die net. Nee, vind je dode pixels stom?
Zo de ju. Ik vind die forehand heel lelijk van Medvedev. Ik vind dat geen mooie animatie. Lol, dat was zo slecht. Ja, dat is heel zuur inderdaad, Thomas. Dat vind, lijkt me ook altijd heel kut. Als je een scherm koopt en je ziet zo'n paars puntje of zo. Lijkt me verschrikkelijk. Oh, die was slecht gericht. Dat deed ik zelf niet goed, richten met stick. Hoppa. Matchpoint. Boom! Ja, dit is een nieuwe game. Vorige week uitgekomen, Sky. De nieuwe topspin. Na 12 jaar eindelijk een nieuwe. Eindelijk. Alright, dan zit ik nu in de finale als het goed is. En je weet wat dat betekent. De finale tegen Flips. XP booster. Dat lijkt me wel slim om nu een XP booster erop te zetten. 100% XP boost voor één match. Nou, dit geeft een van de meest maximale XP's om Grand Slam. Dus bring it. De nummer 1 in de race rank. De nummer 1 in de global rank. Het is Taylor. We maken hem helemaal in en vernietigen hem. Alright, Frits. Komt-ie. Ja, ik ben even bezig met... Ah! Ik was vergeten dat hij heel veel power heeft. Dank je. Serve en power, toch? Ik ben nu alweer zijn. Hij heeft backhand vooral heel goed. Oké, backhand is by far het best. Oké. Welke moeilijkheid speel je momenteel? Ik speel momenteel op very hard. Dat is zolang je niet nog de twee verborgen difficulties unlocked is, dat de hoogste moeilijkheidsgraad. Sinds wanneer zit je op tennis? Ja, goed hè? Hoezo weet je niet dat ik op tennis zit? Ik ben bijna de nummer 1 van de wereld. Oeh. Dank je. De Shaking Sewer Rat. Dankjewel voor een gift sub aan Dutch Firehawk. Dat is heel generous. En thank you for keeping Spooky 16 alive. Elke kleine beetje help. Wow. Uh-oh. Zo. Dat is op zijn voorhand, dat is wat ik bedoel. Oh, kut, dit is heel kut. Mijn stamina moet ik opletten. Oh, die backhand was goed. Hoe duur kost het? Ja, ik denk gewoon de normale prijzen voor de standaard editie. En dan gaat dat omhoog bij de speciale edities. 30, ben je echt zo goed bij de nummer 1 in de wereld? Nee. In de carrière modus heb je een ranking, een wereldranking. En mijn poppetje is gebaseerd op mij 40, op die manier. 15. Maar toen wij de eerste dagen online speelden met de normale pro's, kwamen we wel heel makkelijk in de top 100. Nou zijn we dat niet aan het grinden of wat dan ook. Maar ik had nog niet echt hele moeilijke tegenstanders toen tegengekomen in die 40-tal potjes die we online hebben gespeeld. Maar sommige mensen grinden ook MyPlayer en die hebben al level 30 en die hebben al de perfecte stats combo met de skill combo. En dan raggen ze daarmee. Ik moet nog even daar naartoe grinden. Ja, maar deze Frits heeft ook alle kracht, F1 Rockboy. Dat is heel annoying. Gaan de ballen überhaupt ook uit? Ja hoor. Dan moet je het helemaal verkeerd timen. Ik heb ook nu al een paar keer gehad dat iemand wil slaan en dat hij zo omhoog gaat van het racket af. Dat is ook echt amazing. Maar ja, zolang je constant goed timet en zo, zoals dit, dan gaan ze niet uit, hè? Dan heb je perfecte timing.
Dit is niet online. Nee. Dit is dus, once again, carrière modus. 700 XP! Kijk, daar worden we rijker van. Holy moly. Dat is toch wel even lekker hoor. 700 XP voor het winnen van de finale. Dat is wel lekker. Nou ja, dan gaan we weer eventjes wat aan onze stats toevoegen. Want we hebben nu weer 6 puntjes aan de stats. Ja, waar gaan we voor? Ik heb geen idee waar we voor gaan. We gaan of nog voor wat meer reflexes. Influences the quality of shots performed when the ball is coming very fast at the player. Dus bij returns van serves en andere snelle ballen, dan wordt de kwaliteit beter. Ja. Yeah. Hoe doe je een dropshot of een topspin? Topspin is rondje of B. En dropshot is met R2. Gewoon alleen R2 ingedrukt houden. Oftewel RT, volgens mij. Ja, RT. Ja, ik weet niet waar ik ga toevoegen aan mijn punten. Ik denk dat ik sowieso nog een klein beetje forehand-backhand wil. Misschien een klein beetje nog snelheid. Maar ik denk vooral dat ik de reflexes naar 55 wil. Weet je wat? Ik doe alles naar reflexes van deze. Zodat dat ook een beetje averaged, zeg maar. En dan is het gewoon kiezen forehand, backhand of mijn serve nog omhoog en dergelijke. Dat is wat ik op dit moment denk. Wat ik wil doen. Of ik ga 4 punten daar naartoe doen en ik doe de forehand ook naar 75. Want ik wil die beide een beetje gelijk hebben. Dat is super chill namelijk voor mij. Ja, dat ga ik doen. Dan moeten we nog even grinden dat dat wij al die dingen hebben gehaald. Dat we legend status fixen. Dat lijkt me wel cool. Wordt tennis door dit spel populairder? Dat is wel wat ze hopen, denk ik. Hier hebben we alleen Basel niet gewonnen, maar we... Ja, als ik in november naar New York ga, dan hebben we mogelijk wel hier een ATP 1000 show. Maar ik ga gewoon meteen naar december. Want er wordt ons ook gevraagd om de Nitto ATP finals te winnen. En die zijn in december. En anders ben ik gewoon te moe. Dus het maakt me niet per se uit wat mijn ranking is. Maar we moeten deze even winnen. Is een beetje hetzelfde als een Grand Slam. 5 rounds. En geeft 957 XP. Nou ja, dat is best lekker. Dus dan moeten we even grinden nog. Even harken. Inderdaad, muntjes harken. Wat het ook allemaal inhoudt. We moeten het harken. We moeten meteen tegen Frits in ronde 1. Wat is er nou weer aan de hand, Frits? Love 15. De laatste wedstrijd van de maand is dit. The final game of the month. Of the year, sorry. Bedoel ik. What the fuck. Laatste maand. Kan niet eens goed zeggen. Stan, er waren alleen maar perfect schoten. Misschien door de nieuwe, iets betere reflexes, hè. Kan ik nog beter perfecte schoten doen. Je weet maar nooit. Maar ja, heb je uit jezelf al goede reflexen. En je kan het allemaal micromanagen. Hoef je niet per se je punten daarop te besteden. Oh, maar een goede backhand of forehand hebben vind ik altijd heel satisfying. Frits wil rematch. Nou, succes Frits. Oeh. Kom op. Korte metten meemaken. Dat was zo slecht. Ik ga Oh, verkeerd. Ik had goed gegokt. Goed zo.
Ja, Frits, die mag dan wel de eerste zijn een hele lange tijd. Wow! Goeie return. Kan je het niet wat moeilijk zetten? Je wint wel heel makkelijk. Hij staat op very hard. Hij staat op het moeilijkste wat we op dit moment kunnen instellen. En ja, ik kon ook winnen met een poppetje met level 1. Terwijl de andere poppetjes al level 15 waren. Ja, je kan ook nog difficulties unlocken, maar daar heb ik nog niet echt zin in gehad. Plus, sommige mensen zetten dit dus op very easy. Ik heb hem op very hard. En er zijn dus heel veel mensen die online grinden, die zetten het op very easy. Zodat ze zo snel mogelijk door die grind zijn, want het is gewoon nog heel veel potjes spelen voor mij ook. En kun je nagaan, als je dit al snel vindt, dat is dan nog sneller. Die maken ook de potjes gewoon altijd tiebreaks, zelfs bij Grand Slams en zo. En ja, om zo snel mogelijk alles te unlocken. En XP is dan wel wat minder, maar je gaat er zoveel sneller doorheen dan. Dus nee, hij staat al op zijn hoogst, man. Ik speel juist lekker op difficult. Ik zag heel veel op het internet die speelden minder moeilijk. Lekker bezig, Jason. 27 maanden, boom. I appreciate you, man. Hoop dat het allemaal goed gaat daar. Toch een matchpunt op Fritse surf. Shit, helemaal verkeerd. Die is goed. Boom. Let's go! Dat gaf maar iets van 100 XP. Dan moeten we meteen tegen Berrettini daarna. Oh, dit is ook een stuk kleiner. Denk ik. Oh nee, we zitten nog in groepfase helemaal, joh. Oh, jeetje. Dit werkt heel anders. Dit werkt met een groepsfase. Je moet dan... Ik zit gewoon met Medvedev, Frits en Berrettini in één groep. Terwijl aan de andere kant Tiafoe, Müller, Alcatraz, Mike Bailey. Wow, joh. Dat is wel cool. Doordat we global rank 4 zijn, denk ik dan maar. Oh nee, niemand. Hij is rank 7. Zo, Spooky. Dit is voor mij toch echt wel, denk ik, 8 jaar geleden dat ik je nog op YouTube keek, man. Kom je opeens tegen. Wow, dat is weer lang geleden. Wat leuk dat Jay Val ook hem zegt. Ineens een heel decennia voorbij. Ik heb gesolliciteerd voor mijn nieuwe baan. 5 mei eindigt de ronde, dus na 5 mei kan ik wat horen. Dus na 5 mei heb jij je bevrijding over werk. Oh, wat een nette was dat. Berrettini was... Goeie voorhand. Hele slechte backhand. En dat is een backhand. Ja, slechte backhand. Hij mag wel even met zijn goede voorhand. Maar kijk dan hoeveel beter zijn voorhand is. Hij pakt me meteen. Ja. Dat is dus zijn power. Oh, die is wel echt slecht. En dit is dan een stuk beter. Maar dan kiest hij daarvoor. Veel te laat. En nu met zijn voorhand, dan wordt het moeilijk. Ja, Berrettini begint goed. Zo, die voorhand, jongen. Hij weet het, hè. Out. Daar was hij. De bal ging uit. Wat voor baan, vraagt DJ Steen tegen Jason. Wat word je? Ja, dat was dom. Op zijn goeie. Op zijn goeie arm. Zo. Second serve. Oeh. Out. Hoor je die? Ja, ja. Vrouwtje achter mij zit keihard out te schreeuwen. What the heck? Kut. Dat is op zijn goede. Ja.
1-1. Zo makkelijk is het ook weer niet. Maar wel als we dit gaan doen. Dat was met heel veel geluk. Dat cirkeltje is best groot. Wow. Ja, dat wou ik net zeggen. Dat kan niet goed blijven gaan. En weer door. Nu mag hij weer serveren. Wow, dat was echt een goeie. Hij durft daar ook niet meer te staan. Die klok kan wel tegen een stootje. Ja, ik zat de hele tijd op die klok te schieten. Oh, shit. Oeh. Kom maar door. Matchpoint. Kom op. Berrettini ook even voorbij. Zo! Dat is nog te doen, die backhand. Backhand, jongen. Wat een zwakte is die backhand van hem. Krijgen we 146 XP erbij, zitten we op de helft naar level 27. Come on. Medvedev is ons volgende tegenstander ook in de groep, denk ik dan. Hij staat nog onderaan, die Medvedev. Hij gaat niet eens door, die Medvedev, joh, in de Nitto ATP Finals. Hij gaat niet eens door. Zo vaak op nummer 1. Kom maar door. Zijn backhand was heel goed, toch? Backhand 85, ja. Dus hij is andersom. Hij is de omgekeerde meneer. Van net. Daar wil je hem eigenlijk daar schieten. Zijn forehand vind ik altijd makkelijker. Zo, wat een timing. Boom. Chakalaka. Love 40. Shit. Zijn backhand is goed. Dat was per ongeluk geen control shot, hoor. Zullen we met effect doen? Boom. Iemand heeft wat geklipt. Zo! Gaat hard tegen deze guy, man. Hoppatee. Hoppatee, hoppatee, hoppatee. Oh, wat een slechte, slechte backhand. Slice. Hier gaat hij me pakken, komt hij. Oh, ik heb hem nog. Oh, nee. Helemaal weggespeeld daar. De bal gaat het stadion uit. Op zijn goede backhand is gevaarlijk. Dan kan hij dus ook hoekiger slaan, hè. Hoeker. Wow. Oh, zo! Jeetje, wat een effect op die dropshot net achter het netje. Wat een effect dat hij daar niet eens bij kon komen. Dat was echt een mooie. Die was ook zo goed getemd. Die zat helemaal achterin het perfect bakje. Want zelfs daar zit nog een verschil in. Zeg maar, dit perfect of nog net iets erachter. Ik kan zien dat ik niet helemaal aan het einde ben. Dat was echt een mooie dropshot, zeg.
Die was zo satisfying. Dat zag er ook zo ongelooflijk satisfying uit. Super cool. Weer 146 XP, gewoon constant in die groepsfase. En nu zitten we in de knockout. Het is Berrettini heeft het ook gehaald, omdat hij tweede werd. Iedereen die één of twee wordt. Dus Müller, Tiafoe, Berrettini, Nienkemper. En ik moet tegen Tiafoe. En Müller moet tegen Berrettini. Oh god, ik kan straks weer tegen Berrettini gaan. Straks moet ik weer tegen Berrettini in de finale. Hoe ben je nu al zo snel level 26? Grinden. Op very hard staat hij ook, dus krijg je meer XP. Veel grinden, maar heel veel mensen zijn level 30 al. Alleen, ik kwam er dus ook achter dat als je de Grand Slam editie hebt, dan had je meteen je poppetje naar level 10 kunnen instant level uppen. Dat heb ik niet gedaan, maar dat betekent dat ik voor mijn tweede level, of voor mijn tweede poppetje gewoon vanaf level 10 kan beginnen. Dus dat is ook wel weer handig. Hoef je de eerste 10 levels niet te doen. En dat vond ik nog ook al een chore, of hoe ze dat maar noemen. Zo. Oh. Wat een timing. Oh, ik ben echt helemaal stoked over die dropshot die ik daar deed. Dat was zo mooi. Het zag er echt gewoon cool uit. Kut. Dat is al best veel. Ik ben nog maar level 7. Nou, precies, daarom. Dat maakt meteen al veel goed. Als je naar level 10 kan boosten. Dus dat hebben waarschijnlijk ook veel mensen gedaan. Want ik zie heel veel level 30 online. Die speel ik niet eens, die level 30 online. Want ook op level 30 krijg je nog allemaal bonussen. Je krijgt dus betere fittings. En dan gaan je stats nog veel meer omhoog dan dat het verschil tussen level 26 en level 30 eruit ziet op papier. Op papier ziet dat er niet echt heel erg heftig uit. Maar het is meer dan die 4x6 punten die je elke keer krijgt om te verdelen. Met al die andere dingen. Ook nog skill trouwens. Player skills ook nog. Dus ja, daar ben ik op zoek naar. Ik wil heel graag naar level 30 om dat allemaal te kunnen unlocken. En ik wil graag alle achievements hebben gehaald in career mode. Want daar unlock je die heel veel. Wat een raar iets. Lukt hem even niet. Ja, dit is kut. Als je dus zo'n richtertje bij mij ziet, dus wat ik hier doe, dan zie je dus een richtertje aan de rechterkant, onderkant. Dan tap ik hem. Zie je dat niet? Dan zit er power aan. Dan is het een power shot. Maar zie je zo'n crosshair bij mijn poppetje, dan is het gewoon dat je heel snel één keer tikt op een bepaalde move. En bij een power shot moet je hem ingedrukt houden en dan loslaten totdat het balkje vol is. Dus dat zijn twee elementen. Dus kijk, daar doe ik zonder power shot. Daar doe ik zonder power shot. En dan denk ik hier, ik vul hem. En dan zie je zo'n rood ding. En dat kost dus een stuk meer energie als je dat doet. Oh. Ja. Dat dubbeltik snap ik niet zo goed. Het is geen dubbeltik. Het is gewoon ingedrukt houden. Je tapt gewoon één keer. Dus ik doe nu gewoon één keer tik met rondje. En als je dat perfect timed, dan is het perfect getimed. En een power shot is gewoon, als je genoeg tijd hebt, dan hou je de knop ingedrukt. En dan release je hem wanneer dat balkje goed is. En ja, dat is misschien wat moeilijker, maar power shots geven... Voor mij is het makkelijker. En power shots geven dus meer power, alleen kost dus heel veel energie. Hoe level je het snel, zegt Neon. Veel grinden. Sommigen doen exhibition mode. Sommigen die doen heel snel alles in career mode. Je hebt ook heel veel van die 100% bonussen en zo. De finale is tegen Müller. Zal ik de finale gewoon weer zo'n ding gebruiken? Ja, doe ik wel. Ik heb nog 3 matchboosts over. En sommigen spelen online. Online krijg je ook best wel honderden XP. Alleen ja, moet je wel winnen natuurlijk in World Tour online. Deze Müller heeft... Ach, dit is die... Deze guy heeft 96 serve en 95 power. Verschrikkelijk. Hij heeft dus ook meerdere skills nog.
Omdat hij level 30 is, zoals ik dus al zeg. Kijk, hij heeft 3 skills in totaal. Ik heb 2 skills, omdat toevallig eentje... mijn coach geeft 2 skills. Sommige coaches geven maar 1. Hij heeft dus focus, service, crushing, passing shot en fatality. Damn, dat is weer een hele andere mix. Je moet bij die power shot gewoon klikken op het juiste moment, als je goed begrijpt. Nee, bij een control shot moet je goed klikken. En bij een power shot moet je ingedrukt houden. En dan loslaten op het juiste moment. Dus als de bal komt al aan. En dan hou je bijvoorbeeld voor een power shot gewoon zo'n flat shot. Hou je A al ingedrukt. Die hou je gewoon ingedrukt. En dan bouwt het op. En dan laat je hem los wanneer het balkje in het groen zit. Dat is dus wat ik nu doe. Dan zie je het rode. En bij een controlled shot, daar komt geen power bij kijken. Maar die kan mogelijk veel secuurder op een bepaalde plek. En die kost natuurlijk ook minder uithoudingsvermogen. Dat groene balkje onder je speler. En dat wil je ook wel soms. In een lange volley al helemaal. En soms ook gewoon om de pace te ontregelen van je speler online. Dus bijvoorbeeld, ik doe het heel vaak bij een serve. Deze guy heeft dus ongelooflijk hoge serve en power. Dus ik moet er gewoon voor zorgen dat ik hem een beetje terug doe. Want kijk hoe hard dat gaat. Kijk hoe hard hij schiet. Dat wordt moeilijk. En dan probeer ik dus heel vaak hem gewoon zo te controleren. En dan nu even een controlled shot. En mocht hij wel power shots doen, ja, dan kijken of we toch nog een gaatje vinden. Zodat hij toch een beetje getrikt wordt. Dat is dus power shot. Dan doe ik nu een control shot. Kijk, die gaan heel kort. Daar doet hij een power shot op. Daar doe ik een power shot op. 15-30. Je deed alleen maar power shots. Ah, ja, dan kan het ook heel snel zo zijn als je dan een beetje leert met pro's online bijvoorbeeld. Bij 2K Tour kan je gewoon met normale poppetjes. Dat de tegenstander nog al uithoudingsvermogen hebt en jouw balkje is al helemaal leeg omdat je constant zit te power shot. Maar ik raad je ook gewoon aan om de Academy te doen. En je moet in die trainingen in carrière mode moet je ook wel eens puur een control shot doen. Of bij sponsor event staat er win met control shots. Dus dat je met control shots een aantal winners moet slaan. In plaats van met pure kracht. Dus ja, het wordt je sowieso geoefend. Je moet het sowieso oefenen door de game. Of het nou in de training mode is met onze grote vriend McEnroe of in carrière mode. Kut! 1-1. Hij is sterk op zijn serve. Maar ja, 96 serve, wat wil je ook? Maar ja, ik heb niet eens een hoge serve. Qua stats op dit moment. En tot nu toe. We hebben wel veel power natuurlijk, doordat onze power stat al hoog is. Maar de serve power wordt het meest gedaan als je serve ook heel hoog is. Mijn stamina die loopt al wat achter, maar hier gaan we geen nee testen. Control shots is toch rondje op PlayStation? Control shots is alles. Je kan alles in een control shot doen. Rondje is een topspin shot. Dus je doet dan gewoon een topspin. Maar alles kan je dus powerful doen of gecontroleerd. En sommige spelers hebben zelfs een skill dat je tijdens een control shot dat je de power van je tegenstander weer terug balanceert. Dus ook al voelt het dan heel raar dat je 1 keer zo tapt, wat ik nu dus meerdere keren doe, want dit is allemaal control shot en daardoor kost dat amper wat van mijn stamina. Dan kan dat heel erg een voordeel zijn om het tijd te keren tegen je tegenstander. Nu doe ik een paar keer power shots. Nou, als we deze kunnen breken zou fijn zijn, maar het gaat zo hard. Alhoewel, daar deed hij een zachtere. Maar dan is dat nog hard. Dat was een perfecte control shot, dus met rondje. En soms doe ik een control shot met kruisje voor een flat shot. Maar dan in de gecontroleerde stijl. Kijk, dit was ook een control shot. Als ik een power shot deed, dan was dat mij überhaupt niet gelukt om zo lekker terug te pasen, te bouncen. Dat was wel power shot, maar meer per ongeluk omdat ik hem toch iets losliet. Dit is weer control shot. Fuck. Alleen dat was dus een topspin shot, waardoor de bal lekker hoog kwam. En dan kan je het soms voor iemand wel echt makkelijk maken. En dat is wel een beetje jammer. Kut, hij doet hetzelfde tegen mij als wat ik tegen iedereen doe.
Nog één punt en hij heeft hem. What the fuck, hij doet echt hetzelfde als wat ik de... Hier moet ik dus eigenlijk even een topspin control shot doen wat ik daar deed. En dan heb ik het tij gekeerd. Doordat ik daar een control shot deed. Bizar. Hoe we daar tij keerden, maar die heb ik niet. En hij heeft hem alsnog. Hij doet hetzelfde tegen mij. 2-2. De finale is moeilijk. Door die pure power blijft het moeilijkst hoor in deze game. Sharapova is ook een hel online. Tot nu toe is power wel de easy way. Waarschijnlijk kunnen genoeg pro's dat counteren. Maar dat is wel echt, echt heel krachtig. Kijk dan joh, deze guy is pure power. En hij laat mij lopen. Ah, oh, ik raakte hem niet perfect. En hij weet dat te halen. Ik moet wel meerdere keren control shots doen. Want hij laat mij zo erg lopen dat mijn stamina bijna op is. Nu had ik nog genoeg stamina om hem toch te counteren. Anders was mijn stamina ook al lang vol en dan zit ik gewoon tegen hem te slaan. We moeten het een beetje dynamisch houden. Maar ja, ik doe hetzelfde als wat hij nu tegen mij doet. We zullen maar wat wijder gaan staan. Kom op. Netjes. Lekker dicht bij de baseline geschoten met een power shot, met een flat shot. En daardoor... maakt hij een fout. Daar helaas de timing niet zo goed. En hij schiet zo hard dat ik niet eens terug kan lopen met mijn reflexen en snelheid. Ongelooflijk. Dat is te perfect. Oh. Ik kan het weer niet halen. Shit. Man. Dit is letterlijk vuur met vuur inderdaad. We zijn beide best wel op power gericht. Maar hij nog veel meer. Hij is wel iets beter natuurlijk qua stats. Ik moet mezelf nog iets levelen. 30-30. We blijven erbij. Kom op. Hey Justix, hoe gaat het? Zo. Jezus. Stop. Oh. Dit heb ik. 30-40. Als hij daar in de linkerhoek had gedaan. We hebben een matchpunt. We kunnen hem breken en hebben een matchpunt. Oh, dat was heel soon. Hij mist daardoor. Omdat hij zo raar terugkwam. Oh my god. Dat was wel even spannend. Dat was wel echt even heel spannend. Dat kan natuurlijk online ook gebeuren. Dat je echt een verrotte bal terugslaat. Maar dat daarom heel die timing ook anders is. Terwijl je de hele tijd lekker in de flow zit. Unbelievable wat daar gebeurde, joh. Ja, dat was wel even gekhuis. Nou, krijgen we ook nog een bekertje. Maar het is elke keer dezelfde beker. Dus dat is wel een beetje underwhelming. En dan hebben we 624 XP. Weer level up. Hey, dan gaat het lekker. We zijn lekker bezig, jongens. Dan gaat het lekker. Mijn ranking gaat niet omhoog. Ik krijg wel ook nog wat extra stadions die je dan kan gebruiken. En het volgende seizoen begint daarna meteen. We hebben dus nummer 1 in de global rankings. Hebben we gehaald. Dat zie je daar rechtsonder. We hebben de Nitto ATP finals gehaald. Misschien wel de moeilijkste. We moeten 4 Grand Slams winnen, maar we hebben er 1 gehaald, de US Open. We moeten 9 keer de ATP Masters 1000 halen. En 5 star matches moeten we winnen. Maar ik weet dus niet wat star matches zijn. Dus dat ga ik heel snel even googlen. Kunnen we dat even googlen? Dit is dus die spreadsheet met al die fittings voor al die statistieken. Topspin 2K25 star matches. Wat is star matches? Moet je dan op een gegeven moment tegen Federer of zo, weet je? Tegen legendes in... of Topspin Legend ranking. Nee, ik weet niet hoe ik daar... Ik weet nog niet hoe die helemaal werkt. Hoe je... wanneer je star matches gaan krijgen. Dit is de Australian Open.
Maar onze energie is 8%. Oh, 31%. En dat zou dan 8% worden. En dan raken we sowieso geblesseerd. Ik heb ook mijn hele team en staf niet meer. Die kunnen we wel weer voor het hele jaar fixen. Minor injury kans is dan een stuk minder. Maar dat, ja, dat is oké. Deze guy, daar had ik... Als je naar Europese territorium gaat, dan krijg je weer 9% van je spelers energie terug. Dus dat geeft ons weer wat meer energie. Kunnen we misschien meer fixen. Deze was, als je een ATP Masters 1000 toernooi wint, dan earn je 15% extra aan je spelers energie. Dus dan hou je wat energie. Maar ja, weet je wat het is? Op dit moment denk ik dat we deze maanden een Grand Slams gaan doen. Dat we de Grand Slams gaan noemen. Ja, denk ik. Ik denk dat ik Henry Leduc even voor 6 maanden ga huren. Kost wel veel VC, deze shit. Kan ook nog hier nu doen. Dat we een extra 82 VC krijgen. Nadat we ATP Masters winnen. Dus ja, maar dat kost 135 VC. Een beetje gek. En earn an additional 100 VC after winning a Grand Slam tournament. Dat is misschien nu wel slim. Maar die heb ik nu voor 3 maanden. Dat is ook weer niet slim. Zullen we kijken of we nog steeds heel veel XP krijgen voor online wedstrijden? Ik ga alleen wel, als iemand level 30 is, ga ik hem cancelen. Dan doen we gewoon altijd via, dat kan namelijk. Dat, je kan weg. Sommigen die dashboarden ook op console, als ze mij level 27 zien. Oh joh, er zijn nieuwe toernooien nu. Oh, er is weer een nieuwe Grand Slam. En een ATP Masters 1000 toernooi. Dit zijn online toernooien. Ja, nou ja, daarom zeg ik, is hij level 30, dan doe ik er niet aan. Omdat je kan nog zoveel extra skills krijgen met die hogere fittings. Dat is echt nog next level. Dus we zullen zien. We gaan even online spelen. Kijken hoeveel XP we kunnen verdienen. Oh, authentication failed. Laten we eens even kijken. Level 10. Ik denk dat hij weggaat bij mij. Ik denk legit dat hij weggaat bij mij. Die guy is level 10. Kijk naar mijn stats vergeleken die van hem. Ja, hij is weggegaan. En dat gaan wij dus ook doen. Wij gaan ook gewoon weg. Het is wel een beetje gek natuurlijk dat je nog weg kan. Kijk, your opponent has left en hij verliest helemaal niks ermee. Maar wij gaan dat ook doen bij level 30. Ik ga letterlijk gewoon even Alt F4 in de game opnieuw opstarten dan. Jezus, authentication faalt wel heel veel online, zie je dat? Level 30, nou daar heb je hem al. Jezus, die statistieken, dikke forehand, dikke power, doe ik niet eens aan mee. Dat is onmogelijk om dat te verslaan. Of ja, is niet onmogelijk als je echt een veel betere speler bent dan niet. Maar ja, dat is dus dat voordeel dat mensen dan hebben en niet willen. Maar dan gaan we hem gewoon nu op start. Ik moet ook gewoon even naar level 30. Want dan kunnen we dus in career mode die string fittings ook unlocken. Wanneer wij die wedstrijden spelen. En we moeten sowieso nog heel veel toernooien spelen. Volgens dat lijstje om de legend status te bereiken. Dus dan kunnen we ook die fittings unlocken op level 30. Als we nu al die toernooien spelen in career mode. En je moet daarna gewoon nog random toernooitjes spelen in de hoop dat je na elk toernooi weer betere statistieken krijgt, zeg maar. Ja, dan wordt dat wel een beetje dubbelop natuurlijk. Dus wie weet kunnen we daar effectiever mee omgaan als we sneller levelen. Je hebt ook dus een season pass. Wij hebben blijkbaar VC, VC booster. We hebben weer nieuwe shirtjes voor vrouwen. Een dikke match dress hero voor Robin. Zie je Robin in een jurk al in tennis? Ja. Echt zo'n episch tennisjurkje. En we hebben zelfs een nieuwe female backhand animatie. Een powerful backhand animatie unlocked. Dat is ook wel fijn. Kijk, als we een vrouwtje gaan maken. En ik ga 100% Robin maken. Yeah. Oh, je bent er nog. Dan doen we gewoon zo'n power backhand, toch? Van jou. En dan scheur je alles zo. Volgens mij keek ik jou 7 jaar geleden toen je F1 Challenge VB speelde. Dat zou zeker kunnen. Dat zou zeker kunnen. Het is hier warm, hè? En kun je nagaan dat het nu nog niet eens een warme dag is dan? Snap je waarom ik niet naar uitkijk naar de zomer? Ik zit er altijd verschrikkelijk bij dan.
Maar ja, airconditioning is ook niet heel goedkoop. Nou, waarom hebben we de hele tijd connection errors? Dat is ook zonde van onze tijd. De hele tijd authentication failed. Authentication failed. Authentication failed. Level 15. Ja hoor. Maar wil hij wel? Ja, hij wil. Oh man. We gaan iemand van level 15 verslaan. Hij heeft zijn poppetje level 15 gemaakt. Alright, zo. Dit ziet er wel cool uit hoor. You have a bad connection. Your opponent has a fair connection. 15 Far Cry 3 heb je toch gespeeld vroeger op je kanaal? Jazeker. Fuck. Hij switchte, zag je dat? Van positie. Oh, connectie is inderdaad slecht. Ik denk dat hij hier niet blij van gaat worden. Hello from Germany, bro. Hello, Noel. Zo. En dan is hij weg. We hebben gewonnen, de eerste. De eerste hebben we gewonnen. En dat geeft 200 XP. Ik vind dat verrek te veel, hoor. 200 XP voor, zeg maar, de eerste ronde. Het wordt alleen maar meer en meer en meer. Ik vind dat verdomd veel. Dan moet je nu de finale doen. Ja, dat gaat best wel snel. Maar krijg je dat constant, ook als je het replayt? Dat is mijn vraag dan. We hadden trouwens nieuwe shirtjes hier, oh. Toch? Oh ja, ik had dit rode shirt. Ik vind dit rode shirt wel cool. Van Alleyway. Heeft een leuk printje. Zal ik in rood gaan? Spooky rood. Ik heb ook orange en black sneakers. Maar ik heb ook deze hele coole officiële Lacoste. Oh, maar daar staat gewoon Medvedev, staat gewoon letterlijk op de schoen. Want het zijn Medvedev schoenen, dus daar staat Daniel M. Van die tennisser. Nou ja, ook vet hoor. Ja, dit ziet er wel een beetje uit als Sander. Nou, de finale moeten we winnen, maar ik ga niet tegen level 30. Net zoals dat hij eigenlijk niet tegen mij had moeten gaan. Weer authentication field. Last week I was in Scheveningen. I love this town, but it is very expensive. Yeah? Is the Netherlands expensive? Dikke reclame. Ja, nou ja, ik snap wel waarom je mogelijk outfitjes of animaties wil van je favoriete tennisser. Daar kan ik wel inkomen, ook al volg ik tennis niet zoveel. Ja, authentication field blijft. Dan wordt het een beetje moeilijk om even snel die XP te farmen hier. Kom op. Level 30. Oh, 95 power, 90 plus forehand en backhand. Never dat we daar tegen gaan spelen. Die had alles op forehand, backhand en power. Dat is de meta op dit moment. Dat is de meta. Dan is hij dus super krachtig en super accuraat. En hij heeft bijna maximale power. Die guy, jongen, dat is Sharapova nachtmerrie. Je weet hoeveel wij hebben gespeeld online met de normale pro's op 2K Tour. Sharapova is echt een nachtmerrie wat dat betreft. Ja, die guy heeft dus alle fittings. Dus die kan ook daar nog extra punten. Die heeft nog extra punten met level. En dat kunnen wij gewoon nog niet. Maar echt waar, herinneren jullie nog Sharapova? Maar ook mijn Williams natuurlijk. Ik sta hier 42-6 natuurlijk met de spelers. Maar kijk naar de stats van Sharapova. 91 voorhand, 85 backhand. 90 power. Ongelooflijk. Dat is vrij onmogelijk als iemand altijd dat neelt. Als iemand dat constant neelt, is dat onmogelijk. En hij heeft meer player skills, hij heeft alles. Veel beter. Nou, dat werkt niet zo makkelijk, Leroytje. Ik heb ook nog niet alle statistieken. Ons level ziet er misschien dicht bij elkaar uit. Maar vanaf level 30 kan je nog heel veel stats boosten. Dan moet je nog unlocken na level 30. En dat had hij ook gedaan. Dus het ziet er misschien heel dichtbij uit. Maar dat is het niet.
Het is echt nog wel echt flink verschil in statistieken. Wel cool dat je Roland Garros kan doen. Yo, ik zou wensen dat ik dat had wat die guy had. Maar ik wil gewoon al die fittings unlocken ook en zo. Al die level 3 fittings met die extra skills erbij en zo. Maar het lukt nog niet. Weer level 30. Shit man, iedereen heeft level 30. Gaan we het doen? We gaan het maar één keer doen. Of we nou verliezen of niet, we gaan het doen. Deze guy heeft level 30 en is een allrounder. Maar we gaan het wel even doen. We gaan onze eerste verlies gaan we krijgen. What the fuck? Dit shirt kan ik mezelf zien. Dit shirt is broken. Ik kan mijn eigen rug zien. Ja, onmogelijk. Deze heeft zulke krachtige voor- en backhand. Dit wordt heel moeilijk. Oh my god, dat is zo hard. 30 locks. Hij weet dat hij me gewoon heen en weer kan sturen. En hij kan op de skill spelen. Zo! Zo! Oké, doei. Easy. Easy 3-0 incoming. Ik dacht, ik probeer het een keer. Omdat mensen allemaal zo zijn van, ach, easy. Kijk hoe hard! Dat is dus het verschil. Van de statistiek ook en zo. En wat je dan nog kan fixen. Oh. En dan hebben sommige mensen dus nog extra heftig op die voor- en backhand, weet je wel. En op het moment dat mensen dat nog heftiger hebben. Ja, ik ga mijn eigen serve ga ik wel kunnen pakken. Maar dat van hem niet. Daar gaat hij. Dat deed hij netjes trouwens. What the fuck? Dat was zo laggy. Hij heeft toch een punt tegenover mij. Ja. Easy. Hij doet hetzelfde. Hoe kunnen wij... Dat ziet er zo flex uit wat hij doet. Ja. Hij heeft net ook even alles wat sneller, wat beter, wat accurater, man. Dat is echt kut. Oeh. Kan je surf niet dropshotten? Dat deed ik net. Twee keer. En dat überhaupt als hij dat heel hard doet, dan wordt dat heel moeilijk. Er zijn bepaalde schoten die ik gewoon niet kan fixen. Ja. Ja, ziet er broken uit? Nou ja, als je de statistieken zelf hebt, dan niet. Maar er is gewoon te veel verschil tussen de spelers. Maar dan weten we misschien een beetje wat we nodig... Hij wou een dropshot doen. En dat is gelukt. Maar hoe? Hebben we straks dat als geluk? Ja, dat heeft hij. Hij is zoveel sneller, jongen. Ja, overal bij. Waardoor hij toch 30 al maakt. Dan maar daar. Het wordt een tiebreak uiteindelijk, maar... Dit wordt vrij insane om te doen.
Het zou wat zijn dan. Kleine droom. Oh, ja. 15. Gewoon te goed. Oeh, hij bleef stilstaan. Nee. Ja, dit spel is recent uitgekomen. Oeh. Oh, man, die kruising. Ik wist dat hij het ging doen, maar ik wou hem een klein beetje 50-50 zetten. Maar dat is vrij onmogelijk. En dat is ook onmogelijk. Hij heeft hem toch weer. Ja, het is verschrikkelijk. Jop, heb ik ook niet. Iedereen gebruikt Djokovic, denk ik. Zit niet eens in de game. Ja, dit is ook niet goed. Dit ook niet. Hij kruist hem weer. Ik wist gewoon dat hij dat ging doen. Oh, net niet op de lijn. Hij gaat me hier pakken. Dit wordt hem. Je ziet... Lukt het niet meer. Hij heeft de set point. De sets zijn iets kleiner. En daar heeft hij mij. Oh, hij wou weer niet naar de freaking... Hij wou weer niet naar de freaking player. En dat was de eerste set. Dat was de eerste set. Zo zijn we al freaking... Wat was het? 40 wedstrijden ongeslagen met die pro's, weet je wel? Alle mensen die kiezen tussen die pro's. En zo zie je dan gewoon van als je een beetje statvermindering hebt... dan wordt het heel moeilijk. Dan wordt het heel moeilijk. Ja, we spelen 2 sets. Boom, dan gaat hij weer. Alleen maar power shots, hè? Alleen maar power shots. En hij heeft dat allemaal beter, dus ja. Wow. We kunnen een break. Ik denk dat het moeilijk wordt. Ik wist het gewoon weer. Ik denk, ik ga me er helemaal op voorbereiden. Maar hij heeft zulke goede voor- en backhand al. En dat wordt hem ook niet. Ja, dat is onmogelijk. Ik wou hem zelfs nog rustiger doen. Lukt ook niet. Als ik iets betere statistiek had, dan had het me gelukt. Wow, yo. En hij pakt het gewoon allemaal in één keer. Hij doet het gewoon allemaal in één keer. Dus dat is wat je op max level kan doen met een poppetje als je hem een beetje goed levelt. En op dit moment is wel echt de meta een beetje speed. En, of niet speed, maar een beetje dat schieten en power. Dat schieten en power, dat, zolang je dat constant perfect raakt, dat is wel echt een beetje de meta. Shit, man. Wat een kut timer. Mijn sticks wil niet meer zo lekker. Hoe dan? Ja, ik doe het precies hetzelfde als hem in zekere zin natuurlijk, maar... Ah,
te laat. Te hard. Kijk zijn stamina. Hij is helemaal kapot. En toch raakt hij nog steeds de perfect. Maar dan wordt hij wat vermoeid. Maar hij is helemaal recovered. What the fuck? Ja, doei. Dat was hem weer. Ha! Jammer, man. Oh, ik dacht dat hij niet in was. Dan was hij echt net in. Meteen weer die power shots, hè? Meteen weer die power shots. Hij heeft gewoon één ding wat hij doet. Advantage. Hij is moe. Ook al staat hier dat hij niet moe is, hij verandert nu naar zijn echte stamina. Oh, wat kut dit. Dat was zo jammer. Weer advantage. Hij heeft geen stamina meer over. Mensen abusen die power shots zo hard, jongen. Ah, oh, ik kan die niet meer timen. Hij mist die too soon. Oh. We hebben de tweede set. We hebben toch een setje. Ah, ik dacht dat ik wel daar alweer terug kon komen dit keer, maar helaas. Dank je. Hij is alweer zo moe. Ik doe nog wat controlled shots erbij. Wie weet het niet. Probeerde weer zijn stamina helemaal weg te halen omdat hij dat abuste. Lukt je niet meer. Ik doe expres too soon omdat hij veel trager gaat.
15 lava. Waarom ben ik zo trillerig altijd met mijn stick? Het is best gevoelig hoor, de stick, moet ik eerlijk toegeven. Ik moet echt met millimeters werken, want ik heb een Hall Effect sensor stick. Die is super sensitive. Dit doet hij goed. Je ziet gewoon de happen uit de stamina, hè? Ha! 2-0. Hij moet mij breken, anders dan win ik hem gewoon. What the fuck? Wat zei je? Ah. Oké. De guy zakt helemaal in of zo, joh. Wat is dit? Wow, ik dacht echt dat hij uitging. Ah, oh, ja. Dit is niet goed. Huh? Verdomme. Deuce. Dat was fijn. Ja, ik haal heel veel plezier uit de gameplay, user. Die heb ik nog. Dank je. Advantage. We hebben een matchpoint tegen deze guy. Toch ben ik van mening dat hij veel betere stats heeft. De speler is zoveel beter. Dat is niet normaal. Qua zijn poppetje, dat... Game set and match, you. 2 sets, 1, 2, 4, 3, 1, 3, 1. Oh my god. Kan je zelf bepalen waar je slaat of Lego time? Tuurlijk, je kan overal slaan waar je wil. Dat wordt door beide users wordt het gekozen. Jeetje mina. Dat we deze hebben gewonnen is een wonder. Zijn poppetje heeft veel, maar dan ook veel betere stats. Hoe doe je de power shots? Gewoon ingedrukt houden voordat de bal komt en dan loslaten wanneer het balkje. Je kan ook altijd eventjes die academy doen. Als je de academy doet en alles even langs gaat, dan weet je helemaal hoe en wat. Dan weet je precies wat je moet doen. Mijn god. Had niet verwacht dat we die zouden pakken. 450 XP. Ja, dat is het ook weer niet waard als de wedstrijd zo lang duurt natuurlijk. Dan is het ook weer niet waard. Mijn god. Die guy is gewoon level 30 al. Hè? Er zijn zoveel mensen met level 30. Het is een wonder. Like, hoe? Hoe ben je al level 30? Oh, er zijn speciale mentors en women tours. Dus je kan ook zeg maar een volledige vrouwenpoppetje hebben. Vrouwenkarakter. En dan doe je wel aan een apart platform mee. Terwijl de 2K tour met rooster gewoon mannetjes en vrouwtjes bij elkaar zijn. Dat is wel interesting. Dat is wel heel interesting. Wat een punten, joh. Dan heb je echt veel gespeeld. Als je 7 punten krijgt daarvan en 1, 3, 17... Heb je skills nodig voor powershot? Nee, powershot doe je altijd, maar je krijgt wel krachtigere schoten als je je power upgrade. En als je bepaalde skills hebt, dan krijg je wel krachtigere schoten. Nou ja, dat was het gebeuren online. Dat is eigenlijk niet waard op dit moment voor onze grind. Dan ga ik nog 1 carrière toernooitje doen. Ik denk gewoon... oh nee, de Australian Open kan niet. Ik denk dat we gewoon naar februari gaan. En dat we naar Turijn gaan. Reach the highest tier with a hired staff member. Oh, nice. En dat we gewoon...
Ook niks. Jezus, dat we gewoon naar Maart gaan. Naar Turijn. En dat we een ATP Masters toernooi maar gaan fixen. Ja, we moeten er 9 van winnen. Nou, doe maar. Dat noem ik no life. Dat ze duizenden punten hebben online. Ja, bijzonder. Raad je de game aan? Voor een beetje topspin fan? Zeker. Every second of the day. Je haalt er genoeg plezier uit dan. Ben je echt zo iemand die op zoek is naar een tennissimulatie? Ook al is dit echt super vloeiend en is het momentum van de bal super chill en cool om te zien en zo. Dan raad ik je aan om naar wat van die meer diehard games te kijken. Weet ik veel, tennis elbow of zo. Het ziet er voor geen meter uit, maar het is wel realistischer tennis dan, zeg maar. Dit moet je eigenlijk een beetje zien als... Ja, wanneer is tennis dan een leuk spelletje heen en weer voor een videogame? En dan heeft hij wat leuke timing games en zo. En misschien zien de rallies er niet altijd even respectvol realistisch uit. Maar het speelt fantastisch. Superleuk, al die moves. Ik vind dit shirt nog steeds niet leuk, want je kan mijn billen naad zien in dit shirt. Beetje gek. Ja, dit is weer helemaal grinden. Misschien was het wel even leuk zo, toch? Om de stream te breken, zo'n diehard online wedstrijd. Maar ja, level 30 zou ik niet tegenspelen, persoonlijk. Als je ziet hoeveel sterker die statistieken ook nog zijn. Ik wil ook gewoon even die statistieken en dan is het gewoon leuk. Ja, ze gaan meer tennissers toevoegen aan de game. Meer pro's. Als je het niet met al die MyPlayer shit hebt. Wat tegenwoordig natuurlijk helemaal in is voor elke videogame in het bestaan. Dan de rooster wordt geüpgrade en ook free of charge. In de zin van het wordt geen DLC van... Koop nu Rafael Nadal. Ik weet niet of Rafael Nadal gaat komen hoor. Maar dat je dan dat soort gezeik hebt, weet je wel. Dat je daar nog een microbedrag voor moet betalen of zo. Blijkbaar wordt de hele pro-sheet wat er ook allemaal nog gaat komen, wordt allemaal gratis. En er komen ook nog meer online modus, had ik vernomen. Ook met vrienden kan je makkelijker online spelen binnenkort. Boom. Even control shot. Ja, dan moeten we dit zien te grinden. Hier krijg je dus 83 XP voor wat we daar deden. Heel snel even. Dat is wel echt... dat gaat toch wel iets sneller dan als je wedstrijd online dus zo is zoals mijn tweede wedstrijd. Die eerste wedstrijd, de race quitte die na een minuut. Nou, dan gaat het een stuk sneller. Dus ja, wat is sneller? Moeilijk om te zeggen. Hey, deze Michael heeft precies dezelfde level. Ja, dan zie je dat je echt nog achterloopt, joh. Dat komt omdat je dus vanaf level 30 unlock je de level 3 fittings. En dan kan je nog echt overal nog 6 punten bovenop gooien en zo op bepaalde statistieken. Omdat die fittings dus meer geven. Plus je kan nog een extra player skill aan je player geven. Dat is nog echt wel een groot verschil, merk ik. Maar op het moment dat je dat hebt, dat je dan wel echt binnen bent. Op het moment dat je level 3 fittings hebt, een beetje goede... gewoon 3 verschillende fittings. Die dan dus nog allemaal extra stats geven. Want nu is het 7-7-4-2. Dan is het 10-10-7-3. Dus die geven gewoon letterlijk alle 3 de fittings. Nou, 1 fitting geeft dan, wat is het? 3-6... 3-6-9, ja. Oh, die geeft gewoon nog 10 punten meer per fitting. Dus je krijgt nog 30 punten extra over al je statistieken. Puur door die level 3 fittings. Plus natuurlijk nog de 6, 12, 18 punten die je erbij... Oftewel, die guy had sowieso 48 punten meer over al zijn statistieken. Dat is een hoop. Dat is een hele hoop. Sowieso 48 punten. Had je vroeger ook gegamed met Black Dragon? Ja, dat is wel iemand die
waar we mee hebben gegamed. Klopt. Old school naam. Black Dragon deed wel eens mee vroeger. Gelijk in 2011, 12. Vraag me af of ik mijn surf heel erg moet upgraden als ik sommige andere mensen hun surf zie. Ook online namelijk. Of überhaupt de surf tussen een slechte surf pro-player en een goede surf pro-player. Want ik heb natuurlijk eerst gewoon al die pro-players bestudeerd. Dus de spelers die in de game zitten. Als je daarmee online speelt in de 2K-tour, kan je een beetje een idee krijgen van wat doet de surf stat? Wat doet de forehand en backhand stat? Wat doet de power stat? En daarop heb ik eigenlijk gebaseerd dat ik helemaal niet zoveel aan mijn surf ga doen. Maar wie weet kan je er wel heel pro mee worden. Hoe duur is dit spel? Denk gewoon de normale 70 euro, 60 euro. Wat is normaal tegenwoordig? Voor de standaard editie. Oh. Ah! 15:30. Altijd iemand zit er in mijn oor te fluisteren. Woehoe! Oh my god. Dat was wel even legit cool. Gewoon, hij deed een dropshot op mij. Ik doe dropshot terug. Jezus, dat was echt slecht getimed. Game, set and match. Here. You. Als hij zegt you, dat komt omdat ik dus you heet. En ik ga echt dat shirt weghalen, want je ziet de hele tijd mijn naad. Dat is niet zo cool. I don't like that you see my nado. Ik, waar ga ik naartoe? Dit heeft die Spanjaard tussen. Misschien gaan we heel snel even return to main menu. Misschien vinden we wel een leuk kitje hier. In de pro shop. Cosmetic. Ik wil hem niet zo spelen. Ik wil gewoon of in een tanktop. Dat lijkt me ook wel cool. Of in een t-shirt. Dan moet je sowieso naar beneden drukken met je stick natuurlijk, als je heel scherp wil. En je moet de stats ervoor hebben, Lemonske. En een control shot zorgt inderdaad wel voor van die scherpere schoten standaard. Want als je constant power shots doet, ja, dat is natuurlijk dan al meteen heel anders. Oh, we hebben hem ook in het groen. Nee, dat vind ik ook niet mooi. Dit in het blauw, wat een rare strepen, dikke motion blur. Het maakt me niet uit de rarity van die dingen. Maar als het er maar een beetje uitziet, dat vind ik ook niet mooi. Ik denk dat er gewoon geen mooie shirtjes zitten. Zo is ook niet mooi. Het ziet er zo droog uit. Ben je in een fucking eindtennis toernooi in een dikke hoodie? Zal vast wel gebeuren. Misschien in het wit, met blauw. Omdat ik blauw broek heb met oranje. Laten we die doen. Dan heb ik wel weer zo'n Nike Core Dry Fit, maar we zouden het wel even kunnen bekijken. Of dat een beetje cool staat. Kijk, dit ziet er nog cool uit. Medvedev. Hey, dit is Hard Rock Stadium Miami waar we trouwens in spelen. Daar gaan ze Formule 1 racen. Oh, dit ziet er wel goed uit. Door de witte schoenen, of de witte sokken ziet het er wel cool uit. Dit is het Hard Rock Stadium in Miami. Dat is letterlijk waar de Formule 1 omheen ruikt. Maar nu zitten we er binnenin. Het podium hebben ze bij dit stadion, toch? De op, aan de zijkant, aan de buitenkant. Het podium in de Formule 1. Nou, daar spelen we nu een potje tennis. Ik zie ze al rijden. Oh. Wat was het nou? Backhand? Ik vergeet het elke keer. Ja, backhand 85. Moet niet op zijn backhand gaan spelen. Zo! Ja, wel grappig dat je dan dat Hard Rock Stadium ziet. En ik herken het zo goed gewoon puur door de Formule 1.
vind het wel cool staan hoor, dit. In ieder geval met deze... Oh, jezus. Slecht. Dat was dus een control shot met topspin. Een topspin control shot. Daar kan ik altijd van die scherpe angles maken. Kom maar eventjes. Kijk, dat was met power per ongeluk. Maar als ik nu een backhand control shot doe, kijk, dan krijg je van dat soort balletjes. Als je dat een beetje goed timed, tot perfectie, dan alsnog zijn het van die sneaky. En dan moet je natuurlijk wel ook naar achteren richten, want je wil hem dicht bij het net. Wil je hem ver naar de baseline, moet je naar voren richten. Wil je hem in het midden, moet je een beetje gewoon recht houden je stick. Dat is misschien even wennen. Oh ja, weer sprintrace in Miami, tuurlijk. Oh, huh? Ik had het gevoel dat hij daar makkelijk bij kon, maar hij gaf op. Ik wou die gewoon control shot doen, maar ik deed toch een beetje power. Out. 15 all. Hij was niet uit. Kan een potje 2 uur duren? Ja, als je het wil. Denk het wel. Maar dan moet je heel veel sets doen en gewoon de normale games. Maar ik denk niet dat die 2 uur duurt, want je skipt natuurlijk al die freaking cutscenes en zo. Of je moet dus ook al die cutscenes af laten spelen. Dan denk ik wel dat je er komt. Alleen de rustmomenten, die worden ook al gefast-forward, dus ja. Misschien als het gewoon een hele lange set is, dat je er dan komt. Constant tiebreaks. Holy moly, ik schrik me dood. Dion de Spion. Dat is een naam die ik lang niet heb gezien. Dankjewel voor de raid. Hij heeft me helemaal moe gemaakt. Ja, I'm down. 40-15. Oh nee, je kan gewoon de volledige tennis games instellen. Wow, dat die dropshot was zo perfect. Terwijl ik helemaal wegliep. Damn, Medvedev. Deze Medvedev die wil... Ik ben ook heel moe. Ik heb te veel online gespeeld nu met die power shots. Ik moet weer even wat meer control shots doen. Kijk hoe moe ik ben. Daarom. Hij staat toch echt op very hard, jongens. Alleen wij managen het gewoon normaal goed. Nu even niet. Hij probeerde dat heel sneaky te doen. Ja, dankjewel Thomas voor het shouting out aan Dion. Ik zag jouw naam voorbij komen. Denk, die moet ik reden. Hoop dat alles goed met je gaat, man. Hoop alles wel. Lang niet gezien. En wat heb je gedaan? Once Human. Oh, cool. Dikke shout-out naar Dion de Spion. Thomas schrok zich ook dood. Snap ik, Thomas. Was ook wel echt even van, wow. Zal nog even lekker te mellowen. En ineens... Ah! Hij maakt het niet heel makkelijk, deze Medvedev. Hij maakt het niet het allermakkelijkst. Kan altijd beter. Ben IRL begonnen aan grind studie. Zit at the moment thuis begonnen met streamen. Love dat. Leuk. Oh, ik verneuk het. Hier gaat alles een gangetje, man. Just doing my thing. Enjoying it. Nu wordt hij helemaal afgemaakt, die Medvedev. Still doing my best. En probeer nog altijd mijn passie achterna te gaan. As always. Wah! Ja, makkie. Als ik zelf mag serveren, easy.
vraag me nog wel af of ik mijn surf wat beter zou moeten maken. Maar... denk ik niet. Je bent en blijft een echte OG als je dat maar weet. De OG's. In ieder geval in gaming, inderdaad. In ieder geval in gaming. De Rocket. Ik heb gewoon de Rocket als reward. En de finale is weer tegen Taylor Swift. Ach. Ga ik weer. Ik bedoel Taylor Fritz, die blijkbaar rank 1 is meteen dit nieuwe jaar. Nou ja, daar gaan we dan. In de avond, bij het Formule 1 stadion. Oh man, dat is wat hoor. Nog dat grinden naar level 30. Dat is wel echt even een ding. Ik heb geen booster gebruikt omdat dit geen Grand Slam is. En ik wil gewoon mijn booster in een Grand Slam finale doen. Succes Fritz. ja. De guy heeft veel power natuurlijk. Oh nee, ik had veel power. De guy heeft goede backhand en een goede serve. Weinig power. Dat was zo droog. Ik wens hem succes en meteen echt een perfect schuine shot. Nog een keer daar. En nu wat versnellen. Oh! Hij had al moeite, dus die bal die bleef daar hangen. En ik denk, we poweren hem gewoon. Netjes. Oh, wat scherp. Backhand, hè. Zijn backhand is goed. Moet ik voor oppassen. Dus dan gaan we daar maar naartoe. Hey, welterusten Dion. Welterusten. En nogmaals, thank you for your generosity qua de raid. En hoop dat alles gewoon lekker gaat, man. Met studie en dergelijke. Leuk om weer een keer van je te horen. En leuk dat je nog steeds dezelfde nickname hebt. Na al die tijd. Zo! Dat was wel heftig. Backhand moet ik niet doen. Waarom schiet ik nog steeds naar zijn backhand? Hij loopt nu met me te sarren. Daarom moeten we maar even zo'n control shot doen om eruit te komen. Ik ga hem toch naar zijn backhand doen. Dat was niet slim. Nu wel. Die heeft hij niet. Ja, Fritz. Iedereen met veel power, daar heb ik moeite mee. Gek is dat, hè? Oh nee, is niet gek, want het komt gewoon allemaal veel sneller aan. Dat zou je moeten kunnen counteren met veel speed en stamina. Maar dan zou je wel hele sneaky balletjes moeten kunnen geven. Dat lijkt me wel moeilijk. Maar ik geloof wel dat de echte pro's veel kunnen doen als ze een poppetje maken met veel snelheid en stamina. In ieder geval het volhouden. Alleen hoe maak je dan je punten? Ja, dat gaat gewoon een stuk makkelijker met heel veel forehand, backhand en power. Wow, yo, dat was zo'n goede slice. Dat waren ook geen goede power shots, Nien Kemper. Jezus. Niet op zijn backhand, Sander. Je weet het, zijn backhand. Wow, yo, man. Deze gaan mij breken. Dat is niet de bedoeling. Die moeten we allemaal wegspelen. Dat is één. 30-40. Dat is twee. Tot de volgende, Thomas. En veel beterschap gewenst. Hoop dat het niet ineens weer erger wordt. Oh, die was dus heel kort. Dat was een power shot die ik heel kort deed. Lekker naar beneden richt. Dit wordt sowieso een nadeel voor mij.
Stom. Maar ik wil even dingen soms uitproberen, weet je wel. Van hoe heb je een bepaald schot. Dat was toch een beetje powershot, topspin. Oh, vriend, waarom? Nee, niet op de backhand. Nu moet ik niet te veel op zijn backhand gaan. Oh. Dat werd ook heel moeilijk, joh. Dat vond Frits niet leuk, zag je dat? Ik wil hem graag 3-0 maken. Wat een fout. Wow, lekker hoor. 30-40. We hebben een matchpoint. We hebben geen matchpoint meer. Dat is wel een voordeel als je echt goede serve hebt. Advantage. We hebben weer een matchpoint. Ah, oh, slecht. We did it. We did it, we did it, we did it. En zo gaat de grind verder. Er komen 270 XP'tjes bij. En dan zie je dat we richting level 28 gaan. En dat dit de eerste was. Oh, global rank min 1. Dat dit de eerste was van 9 ATP Masters 1000 toernooien voordat we de legend status bereiken. Ik weet nog steeds niet hoe we star matches fixen. We moeten in ieder geval level 30 worden. En ik denk dat de volgende keer, als ik weer een keer topspin ga spelen, dat we dan ook level 30 zijn. En dat we dan ready zijn voor online. Maar dat is de volgende keer. Dat is de volgende keer. Ik hoop dat jullie hebben genoten van de livestream. I appreciate al die support, alle follows, zelfs ook de raid en ook de gift sub. En I appreciate you all for socializing. Ik heb er enorm van genoten. Ik hoop jullie ook. En dan hoop ik jullie de volgende keer weer te zien bij een nieuwe livestream. I appreciate you all. We gaan Robin maar een andere keer maken, want volgens mij slaapt Robin half. Volgens mij slaapt ze. En dan spreken jullie dus de volgende keer weer. Dan maken we ook nog een nieuwe pro die we helemaal moeten levelen. Met Robin, mijn vriendin. Dat is ook cool. Ik wil de Womans ook eigenlijk hebben. Maar ik wil deze eerst maxen. Bye bye! Oh my god, de koning wordt opgegeten! We zien je. Even kijken vanuit de ogen van Nien Kerpersen. Wow! What? Het zijn niet echt veel mensen. Oh, Jesus. Jongen, je schiet je van. Ik ga dit doen. Wat? Ik zag een tank vliegen! Dat was toch awesome? Oh. Timo, hoe snel kan je de ketting van die BMX'en terug opleggen, denk je? Ja. Goed antwoord, ja. Ik heb wel ammo, maar ik heb geen ammo. Ik zie hem weglopen. Wat? Wat de fuck? Wat de fuck? Hij kroop heel hard. Oh shit, ze komen. Hele tijd stil, ineens zie je. Oh my god, zoveel gasten uit de bossen! Put your gun over the bridge, Sergeant! Oh, je zet Piet. Wow, skipped it! Uh-oh. Oh, hij komt wel. Loris, get down! Ow, 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 ow. What? Oh,
Am I doing it? Am I doing it? Ah, ik drifte, maar toen ging ik... Gaat hij gewoon deze race zelf winnen en het kampioenschap nog meer koud? Wat gebeurt er? Ik donate €3. Yo, jouw matje gaat tekeer, maar je hebt je ogen dicht. Ja. Je hebt je ogen dicht! Hoi. Oh. Pas op voordat je het doorziet. What the hell? Daar gebeurt het niet op mijn scherm. What the hell? Meneer, kan ik u helpen? Meneer. Hey. Wat bent u aan het doen? Moet ik voor u staan? Ja! Dat hielp ook nog. Huh? Wat? Wat doe ik? Wat ben ik? Ah! Wat? Huh? Wat ben ik? Ja, Rijmal! Het is een snelle! Het is oh. Oh shit! Nee. Hoe kreeg je dat door? Dat is insane! Hoe kunnen ze dat opstorten? Lol! Ik heb hem gedownd met mijn flare gun! Relax, jongen! Oh! Oh! Kom maar, folks, hey. Nee. Au. Dan sla ik mezelf tegen mijn eigen headset.